Het recent opgestarte burgerinitiatief Ik de Burger, onder leiding van juriste Caroline Vonhoff, roept burgers op om verantwoordelijkheid te nemen om de overheid te corrigeren. Zo is per 1 januari het btw-tarief op energie verhoogd van 9% naar 21%. En dit is onacceptabel, aldus de initiatiefnemers. Journalist Maurice van Ulde die sprak met de initiatiefnemers en schreef erover in de andere krant. Vanavond staat hij bij ons aan tafel en neemt hij ons mee in wat het burgerinitiatief behelst. Maar niet alleen dat, Maries. Jij hebt natuurlijk weer de andere krant voor je. Kan je ons even meenemen? De krant meegenomen, de krant van morgen. En we beginnen even bij de voorpagina. Daar staat een artikel, dat is geschreven door onze Riepke Zeilmaker. Hij heeft vorige week al bij Blackbox daarover verteld. En dat gaat erover dat de Nederlandse oude mediabedrijven op schoot zitten bij de staat. Die krijgen allemaal grote subsidies. Ja, en je kan je afvragen, met die subsidies is er dan nog wel sprake van onafhankelijke journalistiek? Nou, het antwoord is natuurlijk heel eenduidig nee. En dat is een heel groot probleem. En wat we net hoorden over Rusland, ja, dat wordt denk ik ook sterk gestuurd door allerlei krachten vanuit de staat en groot kapitaal. In hoeverre is daar sprake van onafhankelijke verslaggeving? Ja, Riepke schrijft daar vrij uitgebreid over, hoe de geldstromen lopen. En bijvoorbeeld ook de vakbond van de journalisten, de NVJ met 8000 leden, ook die krijgen subsidie van de overheid. En er staat hier notabene nog bij dat de NVJ zich in haar jaarverslag van 2020 noemt partner in overleg met crisisteam en NCTV. Ja, partner van de overheid en van NCTV, dat is toch helemaal niet de rol van de journalistiek. Dus Riepke gaat daar vrij uitgebreid op in. En ja, verder in het verslag staat ook van, ja, het is wel goed al die overheidsbemoeienis, want daardoor schrijven al die media hetzelfde. Dat is goed voor het vertrouwen. Eensluidend nieuws. Ja, het is ongelooflijk. Hoe verzin je het? Ja. Maar goed, we hebben dus nieuwe media, waaronder Blackbox, de andere krant en Weltschmerz. Die worden niet gefinancierd door de staat, zitten daar niet op schoot. Dus gelukkig is er een oplossing. Ja. En wil je Riepke Zeilmaker hier zelf over horen spreken, kijk dan vooral even de uitzending van afgelopen vrijdag terug, waar hij dit artikel ook nader toelicht. Of lees natuurlijk gewoon de andere krant morgen. Verder. Ja, dan hebben we op pagina 2 de WPG, Wet Publieke Gezondheid. Je had het er net al even over bij het nieuws van de dag. We hadden het er net al even over. En het is heel zorgelijk, want die wet geeft de minister van Volksgezondheid ongekende dictatoriale macht. Er was natuurlijk bij de tijdelijke wet COVID-19 ook al een heel hoop discussie over, dat de minister van VWS eigenlijk tijdelijk een soort dictatoriale bevoegdheid krijgt. En er was toen nog wel de nodige kritiek op. Maar nu hebben ze dus de Wet Publieke Gezondheid aangepast voor toekomstige pandemische paraatheid. En in feite gaat de inhoud van die wet verder dan de tijdelijke wet COVID-19 ging. En ja, dat is toch heel erg zorgelijk, want zouden we niet eens eerst even evalueren, grondig, van wat hebben we eigenlijk gedaan de afgelopen 3 jaar en hoe zinnig en goed is dat eigenlijk geweest? Nee, niets daarvan. Er moet nu zo nodig heel snel een nieuwe wet doorheen gedrukt worden die verder gaat dan wat we al deden en waar ook weer de vaccinatie als enige oplossing wordt genoemd. Nou, buitengewoon twijfelachtig. En zoals we net in de introductie ook al zeiden, godzijdank heeft de Eerste Kamer vooralsnog het hoofd koel gehouden. En ik hoop dat ze buitengewoon kritisch hier nog eens bij stil gaan staan. En in ieder geval vragen gaan stellen van, zouden we niet eens eerst grondig evalueren voordat we dit allemaal er doorheen drukken. Nou ja, dat is pagina 2. En dan op pagina 3 gaat het over 5G. Er is in december een petitie overhandigd.
En de actievoerders, de initiatiefnemers van die petitie, die stellen dat 5G wordt uitgerold. Hè, want we moeten allemaal aan die Internet of Things. Maar is het jou en mij gevraagd of we daar eigenlijk wel op zitten te wachten? Het gebeurt toch. Maar wat ook heel interessant is, er is eigenlijk niet duidelijk wat de gezondheidseffecten zijn en wat de effecten op het milieu zijn. Hè, we zijn allemaal heel erg stikstof en uitsterven van soorten, wat vreselijk. En daar moeten we een halt toe roepen. Maar met 5G hebben we het er gewoonweg niet over. Nou, dat is natuurlijk heel erg merkwaardig. Er is overigens wel een adviesrapport van de Gezondheidsraad geweest. En die hebben dan toch enige honderden onderzoeken bekeken. Er zijn er duizenden overigens. En zij komen tot de conclusie dat gezondheidseffecten onder de blootstelling niet uit te sluiten zijn. En ja, daar hebben we het over bijvoorbeeld kanker of verminderde vruchtbaarheid, geboorteafwijkingen, al dat soort dingen. Dus je zou zeggen, ja, het is de hoogste tijd om een pas op de plaats te maken. En eerst dus een heel goed en grondig wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen van die straling te doen, voordat we dat allemaal doorrollen. Maar het is heel erg merkwaardig. Alles wat de staat eigenlijk extra controlemacht geeft, hup, ga je gang. Het kan niet snel genoeg. Kritisch rapporteren en nagaan, nou, dat is daar eigenlijk niet zo belangrijk. Maar als het over stikstof gaat, dan staat het hele land op zijn kop. Niet alleen over stikstof, Erwin. Zie jij ook nog andere parallellen? De laatste schoorvoetend geeft de Wereldgezondheidsorganisatie dan toch toe dat smartphonegebruik niet zonder gevaren is. Ja. Ze waarschuwen we toch voor het plaatsen van je smartphone in de broekzak, omwille van straling op de geslachtsorganen, ja, op de hersenen. Dus dat wordt dan wel voorzichtig wel weergegeven. Dus ik denk niet dat het zo onlogisch is, inderdaad, dat er toch vraagtekens worden bijgezet. Ja. Ja, het wordt dus wel al volop uitgerold, dat 5G. En dus dat is merkwaardig. Dat, ik zou zeggen, laten we dus allemaal even een pas op de plaats maken. De klok is wat rustiger laten lopen, bij wijze van. En met elkaar heel goed nadenken waar we nou eigenlijk mee bezig zijn. In plaats van alles maar de hele tijd doorpushen. Nou ja, dan vanuit dit artikel gaan we dan door naar een artikel wat ik zelf geschreven heb. Dat gaat dan over het initiatief Ik de Burger. En dat gaat er dus over dat de overheid eigenlijk over de bevolking regeert en niet zozeer meer voor de bevolking. En Ik de Burger wil dus de ongezonde verhouding met de op drift geraakte overheid herstellen. Want zoals mede-initiatiefnemer juriste Caroline Vonhoff zegt, de overheid is ons personeel. Wij betalen hen en niet andersom. Want die initiatiefneemster Caroline Vonhoff, die heb jij geïnterviewd? Ja, die heb ik maandag uitgebreid gesproken. Okay. Zij is echt een liberaal. En het heeft haar ook heel erg verbaasd eigenlijk dat de Nederlandse liberalen, hè, de VVD, dat die eigenlijk geheel ontworteld zijn geraakt. En zij vindt dus ook, het is de hoogste tijd dat de burger zich mobiliseert en tegenkracht gaat uitoefenen. En eigenlijk vindt Mark Rutte dat zelf ook, blijkt. Want hij heeft dus in een coronadebat begin 2021, terwijl Nederland in een lockdown zat met avondklok, heeft hij eigenlijk een heel opmerkelijk citaat naar voren gebracht. En misschien kunnen we daar nu eventjes naar kijken. Ja, laten we inderdaad gaan kijken wat Mark Rutte destijds zei. Nou ja, weet je, we zijn een vrij land. Zou de keuze, en dat gaat niet gebeuren, maar stel dus dat Nederland zou beslissen, weet je, laat maar, dat virus, we zien het wel, we gaan weer gewoon knuffelen en handen niet meer wassen en et cetera, et cetera. Is dat ook een keuze? Wij hebben niet de macht om dat te verbieden. We hebben geen dictatuur waarin ik de politie op straat stuur, nou, voor elke voordeur kan zetten. Dat gaan we hier niet doen. Dat is ook een keuze die je als samenleving kan maken. Ik ben ervan overtuigd dat we die keuze niet gaan maken. En waarom doen we dat niet? Omdat dit een volwassen land is en we zijn hier solidair. Nou ja, je zou bijna kunnen stellen dat Rutte hier aanspraak maakt op een burgerreferendum. Dus hij vindt het heel belangrijk, als de burger het niet wil, dan zou het niet moeten gebeuren. Ja, maar hij weet het eigenlijk al. We zijn een volwassen land. Dus hij weet het antwoord al. Hè? Maar, ja, wat bedoelt hij daarmee, denk je? Nou ja, volwassenen zijn solidair. Die doen dingen voor een ander. Dus dat referendum gaat er dan natuurlijk niet komen. Maar
Dat zou natuurlijk het werkelijke liberaal denken zijn. Om wel die verantwoordelijkheid en het zelf nadenken aan de burger over te laten. En overigens heeft hij daar, want dit was een uitspraak in 2020. Maar in 2021 doet hij nogmaals een hele bijzondere uitspraak. En dat is een citaat van Abraham Kuyper. En Abraham Kuyper was eigenlijk een gereformeerde staatsman die ook premier is geweest begin 1900. En die citeert Mark Rutte tijdens een coronadebat. Dat noemde ik net, dat was dan ten tijde van een lockdown en de avondklok. En daar komt hij dan opnieuw eigenlijk dat hij de burger aanspreekt. Misschien kunnen we daar dan nu even naar kijken. Ja, laten we kijken hoe Mark Rutte dat doet. Bij elke welgelukte aanslag op de vrijheid kan dus de staat nooit dan medeplichtige zijn. Hoofdschuldige blijft de plichtvergeten burger zelf, die in zonde zingenot zijn zedelijke spierkracht verslappend de kracht tot eigen initiatief verloor. Kan je misschien dat citaat nog één keer herhalen? Ik heb er een beetje doorheen geschreven hier. Maar misschien even kijken. Bij elke welgelukte aanslag op de vrijheid kan dus de staat nooit meer dan medeplichtige zijn. Hoofdschuldige blijft de plichtvergeten burger zelf, die in zonde zingenot zijn zedelijke spierkracht verslappend de kracht tot eigen initiatief verloor. Dus ik vind dit eerlijk gezegd voer voor psychiaters. Dat Mark Rutte hiermee komt, terwijl Nederland in een lockdown zit met een avondklok. Wat wil hij hier nou eigenlijk mee zeggen? Hij zegt, wij moeten de verantwoordelijkheid wel nemen, want jullie burgers doen het eigenlijk niet. Zijn verslapt. Want jullie zijn verslapt. Ik denk, waar haal je het vandaan? En de initiatiefnemers van Ik de Burger hebben hier dan ook een uitnodiging in gezien om tegenkracht te mobiliseren. En het is heel interessant, Caroline Vonhoff die zegt, de overheid gaat eigenlijk voorbij de gratie gods en hun mandaat. En als we de gratie gods even heel kort stellen, niet stelen, niet dwingen, niet doden. En daar binnen dat kader moeten wij burgers blijven. En binnen dat kader zal dus ook de overheid, wie wij een mandaat verleend hebben, moeten blijven. Dus een overheid kan niet boeren van hun land afjagen. Want wij hebben dat mandaat al niet en we kunnen dat mandaat dus ook niet aan de overheid overgeven. Ja. In het videofragment, Maurice, zag je net ook al even dat onderdeel was van het initiatief Ik de Burger. Mm-hmm. Dat is het burgerinitiatief, maar waar zijn zij dan precies op tegen? Je bedoelt waar de initiatiefnemers op tegen zijn. Ja, precies. Ja. Zij vonden het ook belangrijk om dat videofragment van Mark Rutte te laten zien. Misschien probeerden zij een vuist te maken richting die verslapte burger. Hè. Je zag hun logo ook al met een opgestroopte mouw. Zij zijn dan het burgerinitiatief gestart. Waarom zijn ze voor? Waar zijn ze tegen? Zij willen dat de overheid de burger met rust laat. En niet zich overal inmengt en alles voorschrijft. En het is ook de wereld op zijn kop. Het volk is soeverein in een democratie, niet de overheid. En van daaruit zeggen de initiatiefnemers van Ik de Burger ook, we moeten niet meer petities inleveren en met smeekschriften komen. Nee, we moeten de overheid dingen verbieden, gebieden en met opdrachten komen. Dan oefenen we de soevereiniteit uit zoals de democratie eigenlijk hoort te functioneren. En waar moeten die geboden of verboden dan op toezien als jij zegt van er is een op drift geraakte overheid? Die moeten er eigenlijk op toezien. Even heel simpel gezegd, dat de overheid niet steelt, niet dwingt en niet doodt. Dus de burgers hebben een taak om ook tegenkracht te uiten richting de overheid. En de overheid dus in een gezonde verhouding met de burger te begrenzen in wat ze doen.
En ja, van grenzen, daar heeft de overheid niet veel meer mee op. Dat hebben we de afgelopen jaren natuurlijk afgelopen jaren volop mee kunnen maken. En we maken het nu dus bijvoorbeeld ook mee met de oorlog die gaande is. We maken en de onder andere enorm hoge energieprijzen die daar uitgerold zijn. En met die hoge prijzen, daarbovenop wordt dan nog eens een keer de BTW verhoogd. Ja, dan de normale man en vrouw en midden- en kleinbedrijf staat het water aan de lippen. Dus het wordt tijd om hier tegengas te geven. En daarom is de eerste actie, we verbieden het de overheid om nog belasting te heffen op gas en elektra. Verbieden is één. Er zijn ook voorbeeldbrieven aan de actie toegevoegd voor het energiebedrijf en voor de Belastingdienst. Dus je kan tegen de Belastingdienst uiten, ik verbied het. En vervolgens kan je ook tegen het energiebedrijf zeggen, ik wil graag een rekening met daarop vermeld een netto bedrag. En ja, voor wie het aandurft, die gaat vervolgens ook slechts het netto bedrag overmaken. En het is natuurlijk duidelijk, als vijf mensen dat doen, gaan die problemen krijgen. Maar als dit een breed gedragen initiatief is en laten we zeggen 100.000 mensen nou eindelijk de rug recht uit de stoel omhoog komt en zelf eens een grens trekt, ja, dan zou het kunnen werken. Ja. Boris, eigenlijk is dit net hetzelfde. Kunnen we weer de parallel trekken naar de gezondheidszorg? En waar je normaal verwacht dat de overheid de burger gaat beschermen, opkomt voor de burger, dat die eigenlijk de burgers eerder in gevaar brengt en kiest voor het grote geld voor de farmaceutische industrie. Dus zijn taken niet meer opneemt om de burger te gaan beschermen. En uiteindelijk, Mark Rutte lacht hier eigenlijk de burger vierkant uit in het gezicht. Ja. Laat ons zeggen, om te zeggen van kijk, de apathische burger die in zijn zetel ligt, we leggen daar de schuld en wij kiezen voor andere belangen. Zo voel ik het wel. Als ik Mark Rutte zo'n merkwaardig citaat, zo'n opvallend citaat in zo'n debat zie neerleggen, dan krijg ik hele ongemakkelijke gevoelens bij. Ja. Absoluut. En zie je dan vergelijkbare gebeurtenissen in België, Erwin? Ik denk dat we inderdaad, Helene, dat een trend is die we in de westerse wereld jammer genoeg zien. Hè. We hebben de mond vol van democratie, maar laat ons eerlijk zijn, wat we de voorbije twee jaar gezien hebben, ook in de coronapandemie, waar je ziet dat essentiële burgerrechten, privacy, lichamelijke integriteit, worden geschonden voor andere belangen, hè, commerciële belangen. Ja, absoluut. Het is een verlies van democratie. Ja. Nou ja, straks natuurlijk over jouw kritiek en hoe dat in Vlaanderen verloopt. Gaan we zo bespreken. Nog heel even als laatst terug naar jou, Maurice. Heb jij nog een concreet advies voor de persoon die zich hierin aangesproken voelt? Met name ten aanzien van dat burgerinitiatief. Doe het. Doe wat? Dus daadwerkelijk de brief schrijven naar de belasting. Ik verbied u. Daadwerkelijk het energiebedrijf de brief sturen. Dat vooral delen met je omgeving, dat je dat doet. Anderen oproepen om ook voor de eigen zaak op te komen. Doe het. Oké, sluiten we daarmee af. Ja. Dankjewel voor je bijdrage, Maurice. Dankjewel.